Ik ben Simon Kat, commercieel directeur bij Horeg Verpakkingsindustrie Zaandam. Wij thermoformen, dus wij maken van korreltjes maken wij een folie. En van die folie gaan wij schalen maken. En die schalen zetten we met name in de voedingsmarkt weg. Dus grote klanten van ons zijn Joma, Albert Heijn, eigenlijk alle supermarkten in Nederland. Niet direct, maar dan weer via via. Wij zijn een familiebedrijf. Dus wij hebben inderdaad een platte organisatie, waardoor wij heel snel op de markt kunnen inspelen. Iedere supermarkt wil in principe zijn eigen maaltijdsaladeschaal hebben. En als ze dus een wijziging daarop willen hebben, dan kunnen wij die heel snel aanpassen. Kijk, wij kunnen zelf, de commercie kan zelf een beslissing nemen om nieuwe matrijzen daarvoor in te investeren. Concurrenten van ons zijn vaak wat logger. Moeten naar een raad van bestuur of andere mensen toe om daar een akkoord te krijgen. Ja, en voordat zij dat akkoord hebben wij de matrijzen eigenlijk al gemaakt en produceren we al. Dus daar is Horeg zeer sterk in. Wij zijn heel flexibel en wij kunnen altijd meegaan met de markt. Het is inderdaad van het grootste belang om zeer efficiënt hier te kunnen produceren. We praten echt over tienden van centen waardoor ik een order kan verliezen. En ja, met deze fabriek is dat helemaal op en top uitgelijnd. Dus ja, hier kunnen we echt slagen maken. Ja. Horeg is een heel lange trouwe klant van Bosma Bronkhorst, al meer dan 40 jaar. En in dit project hebben alle disciplines van de firma Bosma Bronkhorst aan meegewerkt om dit te realiseren. En dat komt mede door onder andere Nidex, die hier de hele infrastructuur heeft verzorgd van de kabelladders, kabelgoten in de fabrieken tot alle wandgoten met daarbij behorende schakelmateriaal in de wandgoten. We praten hier in dit bedrijfspand over behoorlijk wat vermogens. Ik heb hier een geïnstalleerd vermogen van 10 MVA. En dat durf ik al te zeggen dat het een van de grotere aansluitingen in heel Zaanstad is. We praten over 9 extruders en 48 thermoformmachines. En dat zijn hoofdzakelijk machines, die thermoformmachines, die zijn ongeveer 100 kilowatt en een extruder is ongeveer 400 kilowatt. Dus dan kun je wel optellen wat voor vermogens we hiervoor nodig hebben. Daarvoor is de infrastructuur en voorzieningen heel erg belangrijk. Ik mag rustig zeggen dat het een succes is geworden. Wij hebben gekozen voor Nidex twee dingen. Ze kwamen met de juiste oplossing. Dus breed assortiment van hun. En niet te vergeten, het commerciële verhaal in het geheel kwam gunstig uit. Ons oorspronkelijk ontwerp is gehandhaafd gebleven. Alleen we hebben gebruik gemaakt van de goede oplossingen waar Nidex mee kwam. Wij waren gewend om merendeel met ladderbanen te werken vanuit de industrie. Maar Nidex kwam daar met in de utiliteit betere oplossingen voor. En daar hebben we gebruik van gemaakt. Voor de goede prijs en kwaliteit. Ik ben Johan van der Wal, werkzaam bij Bosma Bronkhorst. Daar werk ik, nou, met kleine 2 maanden werk ik er 45 jaar. Eigenlijk ben ik hier vanaf het begin betrokken geweest bij dit hele project. Dat het nog gewoon ontgonnen land was. En vanaf het begin af aan de werkzaamheden meegemaakt met tussenpoosjes van een weekje ergens anders. Maar eigenlijk ben ik hier gewoon grotendeels gewoon al die tijd op de werkvloer aanwezig geweest, uitvoerend. Dus kijk, en Horeg is een klant die wil het gewoon echt keurig netjes hebben. En daar staan wij als bedrijf Bosma Bronkhorst ook voor, om het gewoon keurig netjes af te leveren. Dit is voor ons ook in de periode dat we bestaan gewoon een megaproject geweest. Mm-hmm. En het is een visitekaartje ook natuurlijk. Want ik bedoel, er zijn wel eens meer mensen rond geweest om eens te kijken wat hier nou allemaal gebeurd is. En dan wil je niet je hoofd weg hoeven draaien dat je denkt, ik hoop maar niet dat hij daar naar kijkt. Toch wel bijzonder bij zo'n groot project dat er geen adviesbureau bij betrokken was, dat de lijnen kort waren. Heeft u dat ook zo ervaren? Ja, zeer zeker. Ik bedoel, kijk, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met de werkrelatie Bosma Bronkhorst, Horeg anderzijds, de firma Nidex die daarbij betrokken is. Je werkt met andere firma's werk je samen, waar de lijntjes vrij kort zijn. Ik bedoel, er zijn ook mechanische werkzaamheden verricht. Die jongens die ken je ook vanuit andere werklocaties of hier. Dus je hoeft maar even naar elkaar op te zoeken en te zeggen van god, hoe zie jij dit? Zit ik jou niet in de weg? En dat werkt natuurlijk heel prettig. Je weet wat je aan elkaar hebt. En er zijn ook projecten wel eens dat je met wild vreemden, ja, en dan wordt het soms een heel andere werksituatie. De werksituatie was gewoon heel erg prettig hier ook. En ook naar Horeg zelf toe, als er vragen waren of als er overleg was. Dus dat is van alle kanten is dat zeer voorspoedig verlopen en naar volle tevredenheid.